Diana, in de stad voer ik gewoon verschillende gesprekken om mensen aan het woord te laten en de verhalen te laten vertellen. In plaats van dat ik als politicus de stad in ga en zeg hoe alles moet, vind ik het veel mooier om het verhaal van mensen zelf te horen in de wijken. En ik wilde met jou praten over Zuidoost, over geweldsproblematiek, over de top 600, want daar begon het eigenlijk voor jou, vertelde je mij. Ja. En kan jij vertellen hoe je begon met De Moeder is de Sleutel en wat je daarmee eigenlijk doet? Want dat verhaal willen we vertellen. Ik ben begonnen met De Moeder is de Sleutel, want ik tijdens een bijeenkomst in Zuidoost voor slachtoffers pas doorkreeg dat er eigenlijk geen moeders of ouders van daders vertegenwoordigd waren. En dat die ook geen stem hebben in het geheel en ook geen publieke stem. En daar wilde ik dus wat aan doen, want om dingen weer bespreekbaar te maken en ook om te horen wat er wel en wat er niet goed gaat. Ja. En daar willen wij dus ook verandering in brengen. Dus wij zoeken de verbinding op. Ja. En dat we ook alles, dat de hulpverlening soepel loopt en dat iedereen samen gaat werken. Ja. Weet je, want het is die jongeren die zeg maar in de criminaliteit belanden, is een verantwoording van ons allemaal. Ja. En niet van één bepaalde groep. Ja. En jij zei ook van, ik zie heel vaak eigenlijk trajectje dit, hulpverlening dat. En daar moet veel meer langdurige hulp gewoon puur voor die persoon zijn, toch? Ja, of kun je dat beter uitleggen wat je daar mis ziet gaan? Wat ik daar mis in zie gaan is dat zeg maar, er komt 6 maanden komt Pieter, 6 maanden komt Jan. Ja. En terwijl zo'n jongen, die kan je niet van traject naar traject gooien, want je ontmoedigt hem. En hij raakt steeds teleurgesteld. Want elke keer als hij denkt dat hij stap vooruit is gekomen, wordt hij 10 stappen teruggegooid. Dus zo'n jongen moet je gewoon blijven begeleiden tot het goed gaat. Daar zit geen tijd aan verbonden. Nee, nee. En daar moeten we naartoe werken. En ook eerlijk zijn naar die jongens van wat wel kan en wat niet kan. Ja, ja. En het is natuurlijk wel dat het... Ik heb wel, tenminste persoonlijk heb ik het idee dat het probleem wel op de kaart staat. Van ja, we zien allemaal wat voor geweld er is. Ja. Maar dat we allemaal eigenlijk met elkaar aan het zoeken zijn van wat zijn nou de oorzaken en wat kunnen we daar dan aan doen en wat zou je daarover kunnen vertellen? Wat zijn volgens jou oorzaken van alle problematiek die we hier in Zuidoost veel tegenkomen? Ook in andere wijken hoor, maar Zuidoost is echt duidelijk natuurlijk. Wat ik gewoon vaak zie is het ontbreken van een liefdevolle basis. Ja. Heel zweverig, ja. Maar het is zo simpel. Mm-hmm. Het is het ontbreken van... En wij willen altijd ook te veel de focus leggen op de afwezigheid van een bepaalde ouder. En dat moeten we opzij kijken. We moeten gaan kijken van hoe kunnen we werken met degenen die er wel zijn. En hoe kunnen we ook de mensen aan zelfreflectie laten doen. Van hey, weet je, zonder bestraffend te worden. Van misschien moeten we het zo proberen. Misschien kan je hem anders benaderen. Weet je, ik zeg ook vaak tegen ouders, weet goed wat je tegen je kind zegt. Ja. Je mond kan een vloek of een zegen zijn. Ja. Dus denk goed na. Begrijp ik je goed dat je eigenlijk zegt dat je de liefde voor die ene persoon terug wil brengen? Juist, ja. Ja. Dat hij zich ook gewaardeerd voelt en dat hij zich weer, dat hij ook erbij hoort en dat hij er ook mag zijn en dat hij ook mag gezien worden. En niet alleen in een negatieve zin, maar het liefst in een positieve zin. En dat kan je alleen doen door deze jongens in goede omgevingen te zetten met de juiste personen. Dus een positief, maar ook warm netwerk eromheen bouwen. Ja. Maar er zijn misschien mensen die denken, ik ken jou een beetje, dus ik weet dat het niet zo is. Maar die zeggen, dit klinkt heel soft en je bent alleen maar lief. Maar volgens mij ben jij ook wel vrij duidelijk over... Ik ben ook heel vrij duidelijk. Ja. Als er iets is wat niet kan of je doet iets wat niet mag. Maar dat is ook wat ik mis in de hulpverlening. We moeten ook duidelijk zijn naar die jongens, want dit kan niet. Ja. Weet je, de politie is er niet om met jou te knikkeren, maar die is er ook om te handhaven. Ja. Weet je, maar ik ook, ik ga jou ook niet kunnen helpen. Ik ga jouw probleem niet in stand houden. Nee. Dus als ik merk dat jij toch door blijft gaan met bepaalde dingen, dan ga ik ingrijpen. Ja. Weet je, want je kan ook een gevaar voor jezelf zijn en voor je omgeving. Ja. En daar moet je ze ook bewust van maken. Ja. Ja. Dus ik zit niet om je zoek te houden, oh, kom maar hier of ik ga je knuffelen. Natuurlijk kan ik je knuffel geven, maar niet als je stupid blijft doen. Ja, precies. Als je maar buiten de juridische kaders maar blijft hangen, ja, dan wordt het ook lastig om je te helpen. Dus de jongeren moeten ook een stukje eigenaarschap nemen. Ja. Dat hun ook een onderdeel zijn van het probleem. Je
moet ook kunnen inzien dat wat jij hebt gedaan, dat dat niet kan. Ja. En zolang ze dat niet beseffen, dan kunnen we ook niks veranderen. Dus eigenaarschap, dat moeten we ook allemaal doen. Dat moet ook de hulpverlening doen, ook de politie doen van hé, ik deed dit niet goed. Ik moet dit anders doen. Ja. Ja. En er zijn twee thema's die ik ook nog aan je wil vragen. Er komen natuurlijk verkiezingen aan, de politiek is met van alles bezig en er gebeurt van alles in Zuidoost. Ik begin met de eerste, daar is heel veel over gezegd. Jij bent er ook duidelijk over geweest en ik ben benieuwd naar jouw visie erop en dat is preventief fouilleren. Ja. Dus als het gaat over wapengeweld, dan zegt de ene moet het wel doen, de ander zegt we moet het niet doen. Wat vind jij en waarom? Als je wilt dat wapens van de straat gaan of worden gehaald, dan is preventief fouilleren een van de dingen die je kan inzetten. Ja. Om de, wapens terug te brengen. Ja. Het is niet dé oplossing, nee. Maar het is wel een van de effectieve middelen. Ja. Dus ik ben er heel erg voor. Ja. Weet je, ik heb liever dat een wapen minder, dat ik een mes in mijn rug krijg of wat dan ook. Nou, ja. Mensen zijn zo passé, het zijn nu vuurwapens geworden. Ja. Dus we moeten daar gewoon onze ogen niet voor sluiten en niet elke keer tegen alles willen aanschoppen. Ja. Weet je, we hebben een probleem en als we het, maar aan de andere kant willen we ook niet oplossen. Dan denk ik, kom op mensen, wat willen jullie nou? Ja. Willen jullie een veilige samenleving? Ja of nee? En dan moeten we soms niet populaire middelen inzetten. Maar ik zit er niet voor de likes. Nee. Heel simpel. Ja. Ik wil dat kinderen blijven leven. Ja. Ja, eigenlijk zeg je, elk wapen dat je misschien, op wat voor manier dan ook maar van de straat afhaalt, kan daarna een leven schelen. Ja. Ja. Want je weet niet waar het wapen op weg naartoe was. Ja. Weet je, en ik vind dat mensen te veel zeggen, ja maar ik vind dit, het is altijd weer dat van, ja maar ik wil niet dat mensen aan me zitten. Nou, ik wil ook niet dat mensen een mes in mijn lijf steken. Nee, nee. Dus als iemand een ander middel heeft dat ook effectief is of effectiever, graag, kom ermee. Ja. Maar ga niet alles lopen gooien op etniciteit of dit of dat, weet je. Dood kent geen kleur, punt. Nee. Een wapen kent ook geen kleur. Nee. Dus je moet voor veiligheid gaan. Ja, ja en er zijn we hebben het gehad over, we hebben een heel lang gesprek hiervoor ook gehad, we hebben over heel veel dingen gepraat en wat ik uit jouw verhaal daarin ook heb meegenomen is echt, het is een totaal verhaal, dus er zijn heel veel verschillende sociale problemen. Dakloosheid kan een oorzaak zijn van wat geweld of onveiligheid die later komt, of schulden. Nou ja, we kennen de verhalen. En nou is er een nieuw plan, daar is ook veel over gezegd, daar wil ik je ook graag over aan het woord laten. Daar wil ik jouw mening over horen. En dat is dat er mogelijk een erotisch centrum in Zuidoost zou komen. Nou, hoe kijk jij daar nou naar en waarom, want je vertelde mij, ik vind dat echt een onverstandig plan. Nee, ik vind het gewoon... Kun je uitleggen waarom? Ja, ik kan het zeker uitleggen waarom. Ik zeg nee. Weet je? Want als het al problemen geeft op de Wadden, en je kan de problemen daar niet oplossen, dan ben je nu gewoon het probleem aan het verschuiven. Maar los van dat, een sekswerker word je niet op de een of andere dag. Niemand hoeft mij te komen uitleggen van ja, het is vrijwillig, het is allemaal uit iets geboren. Ja. Weet je, je kan mij niet zeggen dat toen je jong was, dat je besloot van ik word sekswerker. Nee. Daar gaat iets aan vooraf, daar gaan trauma's aan vooraf, voordat zo'n jonge dame die keuze maakt. Ja. En dat kan ook onder dwang zijn geweest. Maar in plaats van om het geld dat ze in dat soortige erotische, weet ik veel, ze kunnen zo mooi verpakken als het wil. Weet je, investeer dat geld in die dames. Die dames hadden ook dromen en doelen. Ja. Weet je, investeer het in hun ontwikkeling. Investeer het in hun traumaverwerking. Weet je, investeer het in hun, weet je, onderwijs. En dat ze, geef ze dan desnoods een start-up, dat ze hun eigen business kunnen beginnen. Ja. En waarom vind jij het ook zo, zou jij het zo pijnlijk vinden als dat juist ook in Zuidoost neergezet zou worden? Zuidoost is al een kwetsbare wijk. Ja. Snap je? En we hebben al te kampen hier met verschillende aspecten. We hebben ook kwetsbare meiden. Er zit hier een opvang voor dit soort meiden. Ja. We hebben al heel veel jongeren met een laag zelfbeeld. Dan ga je gewoon een kat op de spek winden. Ja, precies. Weet je, hier is zeg maar een voorbeeld, is de rap scene. Ja.
Ja, we dachten, wat ga je hebben dan? Ja. Nou, dan heb je van die jonge meiden, dan hebben ze zo'n vriendje. En die zien al die strippers. Die zien al die strippers, die zeggen, nou dan word ik de volgende Cardi B. Ja. En dan zegt dat vriendje, nou dan ben ik jouw offset. En je weet het helemaal niet zo. De kans dat je is 1 op 1 miljoen dat je net als Cardi B wordt. En, maar ik bedoel, investeren in andere dingen. Waarom is seks? Waarom moet seks altijd weer een motivatie zijn? Ja. Weet je, erotische beleving, kunstig, weet ik, kom op maar, denk even na. Weet je, we hebben de Rosa aanpak opgezet, juist voor dit soort meiden, kwetsbare meiden. We hebben zoveel dingen lopen om vrouwenhandel tegen te gaan. Ja. En dan ga je hier het juist weer voeden. En ik wil het niet alleen niet hier, maar in geen enkele wijk. Nee, dat snap ik. Ja. Op zich ben ik het met je eens, maar ik wilde jou je verhaal herstellen, niet dat ik het zelf vertel, want ik denk dat dit veel krachtiger is. En we hebben het ook gehad over jouw drijfkracht. En dat wil ik toch aan je vragen, want je bent gelovig. Kan je uitleggen hoe jouw geloof vormgeeft wat jij allemaal doet en hoe je je uitspreekt en waarom je inzet voor de mensen in Zuidoost? Het is liefde. Mm-hmm. Liefde voor de wijk. Liefde van mijn medemens, we zijn hier om elkaar te helpen, mm-hmm. maar ook om elkaar te helen. Ja. Weet je, en iedereen maakt fouten. Weet je, sommigen die vallen 10 keer, maar de 11e keer moet je ze openpakken. Ja. En het bijzondere aan Zuidoost is dat wij weten zo goed te geven en elkaar te helpen. Ja. Maar ik wil ook niet steeds dat dit mooie Zuidoost als een afvalput wordt gebruikt of het afvoerputje van Amsterdamse problemen. Ja. Wij moeten gewoon dingen gaan veranderen, we moeten een eenheid vormen. Ja. En we kunnen dat heel goed, maar het wordt tijd dat Amsterdam ook gaat luisteren naar deze bewoners en naar deze mensen, wat zij willen en wat er allemaal kunt. Want de oplossingen liggen altijd bij de bewoners. Ja. Ja. En de kracht is de bewoners. De bewoners dragen Amsterdam, niet het bestuur. Nee. Het zijn de burgers. En wat wil je... ik ben politiek bezig en ik wil de gemeenteraad in en ik doe mee aan de verkiezingen. Dus ik ben heel de tijd heel erg daar druk mee. En daarom vind ik het belangrijk om juist aan mensen te vragen van... wat wil jij mij nou meegeven voordat ik zelf allerlei dingen bedenk en allerlei dingen roep. Maar wat vind jij nou belangrijk om tegen mij te kunnen zeggen en wat voor advies geef je mij mee? Wat ik jou meegeef, blijf dicht bij jezelf. Mm-hmm. En verlies jezelf niet tijdens het proces. Want hoe meer je erin gaat... Ja. Hoe meer je meegaat in dingen, maar verlies je geloof ook niet. Nee. En neem af en toe een moment van stilte met God. Ja. Praat met hem, vraag hem om wijsheid, zoals ik dat doe. Ja. Weet je, en voel gewoon de pure liefde. En met die liefde moet je de stad besturen. Dat is de meest krachtigste vorm. We gaan ons best doen. Ja? Ja, dankjewel Diana. Dankjewel.